Welkom bij de hoogtepunten. Hopelijk verspreidt het virus zich niet digitaal, want jij was begin deze week even ziek. Ja, maar ik ben er weer en Annemarie is gelukkig ook weer terug. En kijk nou, Geert Joling. We hebben er zin in! Veel plezier! Veel plezier! Ja, welkom op de apenrot, jongens. Geen vrouw te bekennen in de studio vandaag. Ik kreeg vanmorgen om 4:30 dit appje. Schat, sorry. Ik bleef in mijn bed. Ik heb weer overgegeven vannacht. Oh. En ik is ook heel warm. Kiki loopt heen en weer met washandjes. Dus komt allemaal rot, jongens. Goedemorgen. Oh, zeg dat nog eens. Goedemorgen. Ach, daar zit ze weer. Nou, ik vond het ook zo saai om ziek te zijn, joh. Toen heb ik vanaf 7:45 heb ik gezellig meegeluisterd met jullie. Nou, dat kon wel beter, hè? Nee. Wildvreemde katten op straat aaien. Ja. Nee, je weet nooit waar die beesten geweest zijn, hè? Oh, ben ik echt gek op. Ja, ik vind het echt leuk om katten op straat aan te halen. En dan een beetje met ze te knuffelen. En als je echt een goede kat hebt, dan kun je hem zelfs oppakken. Dat is echt leuk. Waarom pak je een kat op? Dat is toch helemaal niet... Als jij mijn kat op zou pakken op straat, zou ik helemaal niet fijn vinden. Blijf mijn kat af. Nou, hou je kat toch binnen. Marie, dat doe je toch niet? Iemand anders kat oppakken? Als ze echt aanhalig zijn en verlegen zitten om een knuffel. Ja, om een knuffel. Als ze verlegen zitten om de knuffel. Wat zegt de kat dan? Ik ben al zo lang niet geknuffeld. Kan je even oppakken? Nee, ja, je merkt het wel wanneer een kat een beetje verlegen zit om een stukje aandacht. Ja, dan pak ik hem op en dan gaan we samen vogels kijken. Of dan lopen we even naar een stiltuintje in de buurt. Ja. Wat gek. Deze vrouw is helemaal doorgedraaid. Haal me hier weg. Je kunt misschien wel vragen bij het rondje aan mij van hoe heb je je vermaakt of zo? Nou, onze vragen bedenken we zelf, maar... Flikker toch op. Schrijf hem op, ja? Iedereen is blij dat je er weer bent, Annemarie. Ah, wat lief. Hoe heb je je trouwens een beetje vermaakt die afgelopen weken dat je thuis zat met je voeten omhoog? Want je kon geen kant op. Leuk dat je het vraagt. Door de Johnny's komt het carnavalsgevoel weer boven. Doen jullie volgende week weer optredens in de studio met nieuwe carnavalsnummers? Ja, we gaan het zeker doen. Hey, dat wordt gieren. Het is zo'n loodzware week. Het is gezellig. Ik heb niks met carnaval. En ja, ik weet alweer precies hoe dit gaat. Want Matty Valk, die vindt dit leuk. Maar dat zie je niet aan hem. Die staat namelijk de hele tijd achter het mengpaneel als een soort nerd die niet de dansvloer op durft. En wie is er weer de hele tijd de sjaak om te dansen met al die vieze carnavalsacts in die smerige synthetische kleding met die vieze bitjes zoals vieze Jack? Ik. Ja, ik zeg altijd tegen de artiesten, ga maar even naast Marieke staan. Die vindt dat leuk. Het is niet. Ik vind dit niet leuk. Marieke, wil je iets doen? Tuurlijk. Dat kussen hier opleggen? Ja. Kunnen we wel een factuur van zuster op de site zetten? We hadden bijna een rouwadvertentie voor je geplaatst. Ik zelf ook. Kijk eens, mevrouw Rozing. Oh, lekker. Een droge rijstwafel en wilt u ook een bakje vla? Vanmiddag is er bingo. U mag vandaag weer douchen. Ik heb één keer pyjama dag gehad. Toen wilde mijn moeder me niet douchen. God, zit je allemaal weg te koeken in je onderbroek. Hoe krijg je het gefabriceerd, zo'n zin? Serieus. Gadverdamme. Zit ik aan mijn rijstewafel? Vies wijs. Kijk, de eerste die nu op het punt van omvallen staat is onze eigen Joe Sager van de show. Ja, dus die hebben we ook in quarantaine op de redactie gezet, Joe? Ja. Ja. Hallo. Hoe voel je je? Nou, niet goed. Maar moet jij niet naar huis? Ja, ik hik er wel tegenaan, ja. Hij doet ja. ook niks. Hij zit de hele ochtend hier op de stoel, hij heeft nog niks gedaan. Ja, Joe, ga gewoon naar huis. Ja, mag ik naar huis? Nee, wacht nog even. Zo. We hebben die handen toch nodig? Als iemand ziek is... Ah, Joe is niet ziek, man. Die zet het stemmetje weer even aan. Nee, ik zet helemaal geen stemmetje aan. Hier, knijp nog even zijn neus dicht. Je radiostem gaat er echt voor vooruit. Je kan bijna gedichten gaan lezen. Ja, vind je het lekker klinken? Normaal ben je toch een beetje de broer van Britt Dekker. Nou, leuk weer. Nou, voel ik me echt ziek. Nou, voel ik me echt ziek. Nu ga ik echt naar huis. Je hoort op meezingen met een liedje waarvan je de tekst niet goed kent. Weet je waar ik het ook mee heb? Met deze. Mij was wie het mij was, wie het mij was vandaag. En de banden voor mij sinds, maar ik heb jou niet te vragen. Ernaar, het is zo jammer soms dat dit radio is, want ernaar kijken is echt feest. Nou goed, we gaan naar het volgende fragment in het weekoverzicht. Kan ik naar de wc, jongens? Zou dat lukken? En dan moet je wel binnen 7 minuten terug zijn. Ja. Moest je nog? Nou. Weet je wat ik jammer vind? Nou? Dat ik nooit heb geleerd om op mijn vingers te fluiten. Oh. Kijk, dit is als ik op mijn vingers fluit. Ja, dat is niks. Dat is helemaal niks. Wat een verdriet. Wat ga jij doen met Valentijn, Marieke Elsinga? Ik ga een weekendje weg met mijn vriendje. Nou, wat ontzettend leuk! Ja, we kennen elkaar nu een paar maandjes, dus het is echt nog best wel pril.
Maar wel heel leuk. We zijn heel gek op elkaar. Ze is van de markt af. Dit is liefde. Dit is liefde. Liefde op het eerste gezicht. Zo. Wauw. Wow. Wat ben ik goed. Ja. Dit liedje is 25 jaar oud, Gerard. Ja. Ik nam het op toen ik 4 jaar was. Dus het is, Die koude handen. Ik vind het ook koud hier. Ik vind het hier helemaal top. Ik kan er net niet bij. Het is super. Ja, ja, 22 graden. Eventjes. Go, go, get your arms. Anders gaat die titaniumplaat in mijn poot. Die gaat dan bevriezen. Is echt waar, hè? Hey, als wij op vakantie gaan, dan kunnen we Gerard en Fred bellen. Er wordt geen seconde muziek gedraaid. Maar je hebt wel echt cool entertainment. Nou ja, en mocht de muziek gedraaid worden, dan doe ik dat uiteraard van mezelf. Dat is lekker. Daar word je in elk geval gedraaid. Toen ging het ene nummer ook alweer. Welke was het? Sing met me mee! Nee, die andere. Shangri-La. Nee, die andere. No more boleros. Love is in your eyes. Take it to the tropics. Nee, die andere. Oh, hij had liefde in de lucht. Lieveling. Of blijf bij mij. Ja, ik heb al die hits wel opgenomen. Maar zit ik hier over een uur nog. We zitten luisteraar niet op te wachten natuurlijk. Happy Valentine. Happy Valentine. Liefde voor iedereen. Als je abonneert, hebben we een fantastische liefde voor jou. De prins of de prinses op het witte paard. Oh. Abonneer en dan weet je het. Anders kom je er nooit achter. Niet normaal. Mm. Mattie en Marieke. Q Music. Mattie en Marieke.